Mijn naam is Michele de Bonus. Ik ben al 20 jaar werkzaam als productontwerper. Ik geef hier binnen Syntra de opleiding digitale productdesigner. Dat wil zeggen dat we studenten eigenlijk de competenties aanbrengen om problemen te analyseren en probleemoplossingen te bedenken, creatief bezig zijn met van alles. En ook een module Business Lab, waar wij eigenlijk de mensen een competentie aanlenen van zelfstandige basis te gaan werken, zodat je uiteindelijk eindigt met een ofwel binnen een bedrijfsleven gaan werken, ofwel als zelfstandige voor je eigen eigenlijk een ontwerpbureau opstarten. Steve Jobs heeft ooit gezegd dat als mensen aan design denken, dan denken ze eigenlijk aan het decor van de stof van een sofa, terwijl design veel dieper gaat. Dat is een totaalervaring voor eigenlijk alle zintuigen in plaats van enkel voor het oog.